Vanavond zijn we weer 2 minuten stil tijdens Nationale Dodenherdenking. In het dorpje Slijk-Ewijk zal het vanavond extra stil zijn. De klokken van het kerkje mogen namelijk niet worden geluid, omdat er een nest kerkuilen in de toren zit. Een kerkuil in een kerk, dat is wel bijzonder. En verder in het nieuws vandaag, Wiegense Markt blijft voorlopig op dezelfde plaats en bezoekers Oranjepop krijgen hun geld terug. Ieder jaar staan we tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Om 8 uur is het in heel Nederland 2 minuten stil. Hoewel de ceremonie bij het Witte Kerkje in Slijk-Ewijk er traditiegetrouw aan toegaat, is er dit jaar toch een klein verschil. De gemeente wilde toen ik het kerkje kocht heel graag dat het nog behouden bleef voor dit soort evenementen. De dodenherdenking bijvoorbeeld. Dus dan gaan de wanden aan de kant, de schilderijen bergen we op en dan komen de stoeltjes in. Dus hier komen allemaal stoelen, hier ook. En dan krijg je gewoon de oude kerkopstelling zoals vroeger. Normaal gesproken, als de mensen naar buiten gaan, gaan de kerkklokken luiden. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. De mensen lopen naar buiten, lopen naar het kerkhof hierachter, terwijl de klokken luiden. Maar dit jaar zijn er geen slagen te horen. Want boven in het kerkje, naast de metalen klokken, gebeurt er iets bijzonders. Hoewel wij het geweldig zouden vinden als binnenkort kerkuilen in deze luxe nestkast gelukkig worden, zijn, zoals ook in onze kerk, alle mensen welkom zijn in deze nestkast, ook alle vogelsoorten van harte welkom. En die hebben we er nu ook in. Een kerkuil in een kerk, dat is wel bijzonder. En hier in deze kast, daar zit het nest. We hebben 6 jongen. En vader en moeder die zitten daar nu allemaal in. Dus we hebben ze dus al een klein beetje bang gemaakt door hier te staan. Want hij is dus al een beetje naar achter gedoken, zie je dat? Mm-hmm. De moederuil. Die zat toen we net beneden waren, zat hij ernaast. Hij beschermt misschien de jongen. Die zie je daar achterin zitten. Kijk, hier zie je, dit is wel een bijzonder filmpje. Dat het grote... Of het oudste jong eigenlijk, boven het jongste uiltje staat. Dat is dus het verschil. De klokken niet luiden om in dit nest rust te bewaren is simpel, zou je denken. Er komt stiekem veel meer bij kijken. Ja, de klokken luiden dus niet, maar we hebben ook het uurwerk staat sowieso stil. Dus het luidt ook niet elk uur. En deze trap is niet toegankelijk, dus waar we net geweest zijn, daar mogen de mensen eigenlijk niet komen. Hiernaast wordt de dijk verhoogd. En ik weet niet hoe ze het weten, maar ze hebben me toegang tot de camera gevraagd, zodat ze rekening kunnen houden met de uilen. Dus ze starten allemaal een beetje rustig op. Komt er nog een alternatief dan voor het luiden van die klokken? Ja, we hebben het er wel over gehad, want we vonden het ook een beetje lastig. Mm-hmm. Maar we hebben het idee dat mensen er wel begrip voor hebben. Ja, de uiltjes blijven daar nog zitten. Vader en moeder blijven ze voeren totdat ze groot zijn en uiteindelijk vliegen ze uit. Vanavond 7 uur vindt de herdenkingsceremonie plaats in het Witte Kerkje. Na de herdenking is iedereen uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het dorpshuis Beatrix. De Wiegense Markt mag op zijn vertrouwde plek blijven staan. Dat is onlangs bekend geworden. Eerder gingen er geruchten over een verplaatsing, omdat het aantal kramen afneemt en de omliggende horeca hun terrassen juist verder uitbreidt. Een onderzoek wijst nu uit dat de markt toch de beste plek is voor deze donderdagochtendmarkt. Er was even sprake van dat de Wiegense Warenmarkt naar een andere plek binnen de gemeente zou verhuizen, maar de markt blijft toch in het midden van het centrum staan. En hoe de kraamhouders daarover denken? Ik vind het een perfecte plek. Vooral met de horeca hier langs en de mooie rijen. De markt staat mooi in rijen. Ik vind het eigenlijk een ideale plek. Fantastisch. De bloemetjes en de bijtjes, planten, mensen zijn enthousiast. Het is heel fijn. Het is een fantastische markt. Leuk donderdags, iedereen vaste klanten. Dus je ziet de mensen weer iedere week terug. Echt een fijne markt. Ja, zoals je ziet met de zonnige dagen, dan loopt er veel volk op de markt. En zijn mensen weer enthousiast. Vandaag is er ook een speciale tassenactie.
Er worden Wiegense boodschappentassen uitgedeeld. Nou, de tassenactie is eigenlijk gebaseerd op natuurlijk het milieu. We zijn natuurlijk bezig met het verduurzamen van de markt. En dat doen we aan de hand van deze tas. Dus om eigenlijk de plastic tasjes te verminderen, hebben we een hele mooie Wiegense markttas gemaakt. En die delen we uit vandaag. Dus er zit een mooie kalender zit erin. Een verjaardagskalender van Wiegen is. Dus dat doen we. Daarom is hij eigenlijk in het leven geroepen. De tas is een initiatief vanuit de marktondernemers. De organisatie Wiegen is heeft wel geholpen met het vormgeven en promoten van de tas. Tot nu toe zijn er al een hoop uitgedeeld. En hopelijk zijn de tassen volgende week weer te zien tijdens deze markt. Ja, dit is eigenlijk echt vanuit de marktondernemers. Dus eigenlijk alle marktkooplieden die hier op de markt staan, die hebben hieraan meegefinancierd. En dat doen we eigenlijk met z'n allen. En Wiegen is heeft ons geholpen natuurlijk met de promotie en met het ontwerp maken van de tas. Dus we doen het eigenlijk wel een beetje samen. Maar het komt echt eigenlijk puur vanuit de marktondernemers. Het pand aan de Lange Hezelstraat in Nijmegen, waar jarenlang Yoghurt Barn gevestigd zat, heeft een nieuwe eigenaar gevonden. Nadat het pand iets meer dan een maand leeg stond, is nu bekend geworden dat ontbijt- en lunchketen Anne en Max hier zal intrekken. Anne en Max gaat in de zomer van dit jaar open. Poppodium Doornroosje, dat het festival Oranjepop in Nijmegen organiseert, heeft laten weten dat alle bezoekers van de afgelopen editie hun entreegeld terugkrijgen. Op Koningsdag moest het festival vroegtijdig worden afgebroken door een onherstelbaar defect aan de techniek. Inmiddels is de organisatie in gesprek met hun verzekering, waardoor ze alvast een restitutie kunnen toezeggen. Liefhebbers van Oranjepop wordt gevraagd alvast een ticket voor volgend jaar te kopen, om zo het festival financieel te steunen. Ja, morgen is het weer bevrijdingsdag, dus kijken we even naar wat er in onze regio zoal te doen is. In Nijmegen vindt in het Hunnepark het officiële bevrijdingsfestival plaats. Dit is een festival met optredens van onder meer Hef, Compact Disc Dummies en Benwall. Tickets zijn te koop voor €9 en kinderen tot en met 11 jaar hebben gratis toegang. Museum Kasteel Wiegen die organiseert een wandeling door Wiegen met als thema de Tweede Wereldoorlog. De wandeling begint om 2:00 middags en start en eindigt bij het kasteel en duurt ongeveer 75 minuten. En in Beuningen vindt het bevrijdingsfestival Vrijpop plaats. Het festival duurt van 12 tot middernacht en is ook gratis toegankelijk. Voor meer tips en een overzicht van al deze activiteiten kun je terecht op onze website rn7.nl. Ja, dan het weer. Het was donderdag de warmste dag van het jaar, tot nu toe. De zon scheen volop en in onze regio werd het uiteindelijk ruim 21 graden. Morgen, op bevrijdingsdag, doet het weer een klein stapje terug, hoewel het waarschijnlijk nog prima te doen is. Het zullen vooral in de middag een paar regen- en onweersbuien kunnen overtrekken. Maar tussen de buien door is het ook gewoon lekker zonnig bij zo'n 19 graden. De zaterdag belooft vervolgens weer net zo'n dag te worden als vandaag, dus volop zon bij 21 graden. Zondag is er minder zon en zal er meer regen vallen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws. Voor meer nieuws kun je op onze website terecht, rn7.nl. En al onze uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal. Heb je zelf nou een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mail naar redactie@rn7.nl. Morgenavond zijn we terug met een verslag van enkele evenementen op Bevrijdingsdag. Dat is vanaf 6:00 te zien op deze zender. Graag tot dan.